Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. De satellietfoto laat weinig bewolking boven Nederland zijn en de wolken die we zien die trekken weg. Vandaag dus een zonovergrote dag, maar toch is het niet echt lekker weer, want er staat een forse zuidwestenwind. Slechts enkel wolkje ontstaat nog in het binnenland en aan zee is het vooral zonnig. Die wind die haalt vanochtend al 6 tot 7 bevoor in de kustprovincies en vanmiddag 7 boevoer, heel misschien 8 bevoor. Daarbij forse windstoten van zo'n 80 km per uur. En ook landinwaarts waait het stevig. Temperaturen lopen op naar 12 tot 15 naar 16 graden. Blijft dus overal wel droog, want de zon schijnt volop. Vanavond begint de wind heel langzaam af te nemen. Blijft verder helder, de temperatuur ligt halverwege de avond rond 11 graden. Morgen draait de wind van zuidwest naar noord en dan trekken er buien het land binnen. Die vallen vooral in de tweede helft van de ochtend en in de middag. Temperaturen gaan naar beneden, 6 graden slechts op de wadden, 11 graden nog in het zuidoosten. Zaterdag en zondag is het droog en vooral zaterdag schijnt de zon flink. Wind is dan ook rustig, dus een prima dag bij temperaturen van 10 tot 13 graden. In de nachten is het in het weekend wel koud, het kan aan de grond dan vriezen. Maandag gaat er weer een enkele bui vallen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.